Ik heb het niet meer dat is erin, broer maar zeggen. Wij ook zeggen. Nee. Op uitnodiging van Ellen Lammers van de bibliotheek. Die heeft in de maand november allerlei activiteiten die dus te maken hebben met duurzaamheid. En ze vond dat het Repaircafé Almelo daar ook wel in paste. Vandaar de vraag neergelegd bij ons of wij hier met ons clubje naartoe wilden komen. En zie daar, wij zitten hier. Ja, want wat wordt er hier zoal aangeboden om te repareren? Nou, dat is eigenlijk van alles. Dat kan een oude klok zijn, dat kan een senseo-apparaat zijn, een strijkijzer, een platenspeler, een cd-speler. Zelfs een elektronische papegaai hebben we al wel eens gehad. Een poppenwagen, bakovens, te gek om op te noemen. Moeten de mensen daar ook voor betalen? Nou nee, de mensen die kunnen hier bij ons binnenlopen en als ze vinden dus dat de reparatie is gelukt of niet is gelukt, maar ze waarderen ons, nou, dan mogen ze een vrije gift voor geven. Ja. En daar kunnen jullie van draaien? Ja, gelukkig wel. Wij kunnen van de giften kopen wij gereedschappen die wij denken nodig te hebben. En wij besteden ook wel eens een deel van de inkomsten aan goede doelen. Dus instanties die maatschappelijk betrokken zijn. En, Met hoeveel mensen zijn jullie aan het werk meestal? Als ik het goed heb, bestaat onze groep mannen nou uit 12 reparateurs. En dan bestuur Geert Riemek en ik zijn het bestuur van het Repaircafé. En dan nog een gastvrouw. We hebben 2 gastvrouwen en dat is gewoon heel belangrijk. Een paar gastvrouwen, want die verzorgen de koffie en de thee. Want de mensen krijgen bij ons een kop thee of een kop koffie aangeboden tijdens het wachten. Nou, wij zitten normaal in het klussenhuis van Avelijn aan de Kruisweg 2. En de mensen kunnen hun spullen meebrengen, maar ook de materialen die vervangen moeten worden. Zorgen jullie daarvoor of moeten de mensen dat ook meenemen? Ze worden ingeschreven door een van de gastvrouwen op een formulier. En daar staan onze spelregels op waar ze zich aan moeten houden. En dan wordt het apparaat naar een reparateur gebracht. En mocht dus blijken dat er een schakelaartje of iets defect is, dan vragen wij de mensen om dat onderdeel te halen. Hier heel vaak bij Explore in Almelo. Of dat het via de website besteld wordt. Kunnen ze direct het onderdeel ophalen. Dan wordt het vaak diezelfde middag nog erin gezet. Moet het besteld worden, dan komen ze de volgende keer gewoon weer terug. En dan wordt het dan alsnog erin gesteld. Ik hoop dat het nog heel lang en heel duurzaam aan gedacht wordt om in Almelo zo te repareren. Ja. En met name dat woord duurzaam, dat is gewoon heel belangrijk. Want de mensen moeten steeds bewuster worden dat we niet alles zomaar weg kunnen gooien. Maar dat de mensen met hun defecte apparatuur voor een tweede kans bij ons langskomen.